Het is donderdag 25 januari en welkom bij deze Video Corner Special. We zijn vandaag te gast bij het Ketelhuis in Amsterdam, waarbij we aanwezig zijn bij de persvoorstelling van de film Skotu. Ik ben hier niet alleen, ik ben hier ook samen met... Hey. Oroen. Ik zit helemaal in die film. Ja, zit je nog in de film? Ja. Sta niet versteld als ik jou opeens kameelhoofd noem. Ik noem jou Tajinhoofd. Tajinhoofd? Ja. Dat heb je al gezegd. Nee, ja. In principe... spoilen we niks, want we hebben het gezien in de trailer. Klopt. Nou ja, we hebben de film net gezien. Wij spoilen normaal gesproken echt veel. We moeten echt uitkijken op dit moment. Dit keer gaan we niet zo veel spoilen. Nee, de film is nog niet uit. Nee. We hebben dus de film Skotu gezien. Ja. Waar gaat de film over? Sino en Mo. Sino en Mo, inderdaad. Ja. Zijn recherche bij de politie Amsterdam, meende ik. Mm-hmm. Ze zitten achter een grote drugsbaron aan. Ja. En ze worden ontslagen, ze worden aangenomen. Noem het maar op. Ja. Het is een rollercoaster. Wat hebben we allemaal in de film gezien? Wat me wel opviel... natuurlijk de humor. Ja. Ik vond de humor echt wel leuk. Ja. Ook veel mooie sfeerbeelden of shots van Amsterdam zelf. Ja, ik mis Amsterdam zomervibes als ik zo kijk. Zie je een beetje kil en koud op dit moment. Op dit moment wel. Maar je mist de Amsterdamse zomervibes als je ernaar kijkt. Ik denk dat Visit Amsterdam deze beelden goed kan gebruiken. Is dat een ding, ja? Visit Amsterdam? Ik heb geen idee. Is dat niet Visit Dubai of zo? Ja, maar ook Amsterdam. Dubai zat ook een goede shot in. Ja, zeker. Nee, maar we hebben ook heel veel bekende... personen gezien. Deze film. Pak eens even het lijstje erbij. We hebben een lijstje. Kijken, ja. We beginnen bovenaan. Nee, doen wij hem gewoon snel erdoor in. We hebben natuurlijk de hoofdrolspelers. Tuurlijk. Melissa, die werd natuurlijk al groots aangekondigd nog voordat de film uit was. Dat was zelfs de eerste naam die werd aangekondigd. Ja. Rose Bertram. Ja, een model. Instagram influencer, noem je dat zo. Ja. Wie hebben we nog meer? Nog meer bekende namen? Daphne Dekkers, zeker. Vonneke Bonneke. Elzero Elia. Atje speelde erin. Atje. En voor de meeste mensen die een beetje luisteren naar Rookwas podcast en noem het maar op. Mm-hmm. De Dutch Lupin speelde er ook in. Heel klein stukje. De Dutch Lupin. Ja. Ken je hem? Nee. Wie is dat? De gast die er van Gogh had gestolen. Ah, oh ja, tuurlijk. Ja, de Dutch Lupin. Ik weet zijn echte naam even niet, maar ik weet dat hij op TikTok de Dutch Lupin heet. Ja. Super tof. Kleine rolletje ook in de film. Maar je hebt natuurlijk gezegd de sfeerbeeld en noem het maar op. Ja. Maar... de rest van de film, wat vond je ervan? Leuk verhaal. Het deed me een beetje denken aan... Say it. Ja, ik weet wat je gaat zeggen. Nou, wat ga ik zeggen dan? Ja, Rush Hour, tuurlijk. Maar allee, dat maakte het wel juist leuk. Ja, dat was leuk. Ja. Ik vond het echt een leuke film. Ik heb ervan genoten. Ja. Nu gooi ik en mijn mening erin, maar staan we ook hier. Ik was blij verrast. Vooraf van de film had ik wel verwacht dat het een beetje... Kijk, ik kan het wel plaatsen in een rijtje van de Tata's. Toch? Ja. Eerlijk ja. is eerlijk. Ja. Heel veel zelfde namen die komen erin terug. Zelfde regisseur, zelfde schrijvers, noem het maar op. Ja. Je kan het plaatsen in een rijtje Tata's. Maar Tata's is echt een culture clash. En dat had ik hier dus ook verwacht. Ja. Dat het weer echt alleen maar die stereotype zal zijn. Ja. Maar ik ben blij verrast. Want het heeft een topic. Dat had de Tata's niet echt. Het was meer van een rijk gezin die trekt in. Het ging vooral om de humor die ze maken. Of althans de humor die gecreëerd wordt door de laan. Ja, de stereotype juist. Surinamer, Marokkanen, noem het maar op. Dat was hier en zat er nog wel in. Ja. Wel een toontje lager. Ah, ik vond het niet zo storend, vind ik. Nee, het was prima. Ja. Maar ik heb toch... Ja, ik ben daar niet van, weet je wel. Mag een stukje minder. Tuurlijk. Het maakt het heel erg cringe in mijn geval. Tuurlijk, ja. Het hoeft niet zo direct in your face te zijn. Je hebt sommige trekjes wat de Turken hebben. Dat is gewoon zo'n hand ophouden en dit en dat. Maar maak het dan niet zo te obvious, weet je wel. Ja. Want hij stapt in, hij begint gelijk van... Laan, Ottomaanse... doe dat niet, weet je wel. Dat mag eruit. Ja. Maar andere stereotypen zijn wel grappig. Hè? Je ziet die Turkse brood die hij gewoon meegeeft aan de kinderen. De kaasschaaf, weet je wel. Die gewoon helemaal kapot gemaakt wordt. Dat blokje kaas, dat is gewoon standaard, weet je wel. Wij kunnen niet overweg met een kaasschaaf. Tuurlijk. Maar dat soort dingen maken de film leuk. Ja. Sommige dingen wat niet per se op ras is betrokken. Dat hij zegt van, ja, het is nu het moment dat jullie wegrijden. Ja. Nee. De motor eraf slaat, weet je precies, wel. Precies, Dat maakt het gewoon leuk. Maar buiten dat, die stereotype zit er wel in. Maar het is niet zo storend als de Tata's. Ja, nee. Verder had ik wel best wel een goed gevoel of zo. Good feeling. De muziek sprak me aan, laat ik het zo zeggen. Ja, de tune is gemaakt door Atje.
Ja, zeker. Bad boy. What bad you boy. Gonna do? Ja. Is dat weer van Bad Boys, ja toch? Van, ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, ik denk ook dat de tune misschien later is gemaakt, omdat ze soort van de Bad Boys hebben verwerkt in de film. Ja. Want op een gegeven moment zeggen ze van Bad Boys, bla bla bla. En ja. Ik denk dat de tune dan achteraf is gekomen. Ja, precies. Aan de hand van een quote ja. dat ze in de film hebben ja, ja. uitgesproken. Nee, ik denk dat deze film heel veel jongeren gaat aanspreken. Ja. En ook zeker goed gaat doen. Ja. Maar dan kom ik gelijk bij de volgende vraag. Ja. Moeten mensen naar deze film? 100%. Ja? Ja. Ik vind ook de humor die erin zit best wel toegankelijk. Ook ja. voor de jongeren, maar ja. ook voor de ouderen. Ja. Ook de humor, ja, hoe kan ik het best zeggen? De buitenlandse humor. Buitenlandse humor. Ja, de buitenlandse humor. Die is ook toegankelijk voor iedereen. Ja. Het is niet te moeilijk gemaakt, laat ik het zo zeggen. Nee. Mensen moeten zeker deze film gaan checken. Ja. Ja. Wat vind jij? Zoals ik zeg, ik had vooraf weer verwacht dat het een soort tatas zou zijn. Ja. Overigens, als je ervan houdt, geen probleem. Voor mij is het niet echt hè, dat stereotype, nogmaals. Mm-hmm. Maar deze film die heeft mij verrast. Want ik had ook weer zoiets verwacht. Dat het alleen maar dat stereotype zou zijn. Ja. Het valt wel mee. Er zitten sommige trekjes wat er misschien too much in your face is. Maar bovenal, als je van tatas hebt genoten, dan ga je hier zeker van genieten. Ja. Het is leuk, het heeft een onderwerp, hè, de polities. Het doet je denken aan Rush Hour. Ja. Ik wilde bijna een scène omschrijven, maar dat gaan we niet doen. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, zeker als je genoten hebt van de tatas, ga deze film ook zeker checken. Ja. Normaal gesproken doen we altijd een review geven. Doen we dat ook in de specials? Kan, waarom niet? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Dan vraag ik de vraag, conclusie en rating? Conclusie en rating. Nee, deze film heeft me ook zeker verrast. Ik voelde die humor, ik voelde die vibe. Ja. Eigenlijk een samenvatting van wat ik net allemaal heb gezegd. Ja. Gaan we sterren geven? Conclusie rating. Wat ga ik geven? Ik zit tussen de 3 en de 4, laat ik het zo zeggen. Ja. 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 Kan ik 3,5 geven? Is dat wat? Is ja, dat mag. Ja. Ik geef 3,5. Dan geef je een 6 of een 7. Ja, ja, ja. Nee. Nee, 3,5 voor deze film. 5 sterren inderdaad, 3,5. Dat ja. is prima. Nou, dan ga ik jou verrassen. Want als je aan mij vraagt, ik heb genoten van deze film. Ja. Ik had niet verwacht dat ik hem zo leuk zou vinden. Ja. Maar dit heeft meer inderdaad dat het niet per se een culture clash is, maar meer een verhaal ja. met humor. Zeker. Wel iets te veel stereotype, waardoor die punten aftrek krijgen van mij. Oké. Ja, het is nogmaals, het is too in your face. Het is gewoon... Ja. Kijk, ik kan nu ook niks verzinnen, maar zoals ik zeg, dat Turkse brood, dat is gewoon iets wat je gewoon... Mm-hmm. Zo'n hint ernaar. Ja. En als je dan er per se een grapje over maakt, dan is het weer too much. Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Ja? Ik snap wat je bedoelt. Jij geeft een 3,5. Ja. Ik geef het een 3. En dan is het nog best wel goed van zo'n soort film. Want zeker. Ik ben er absoluut niet van. Nee, okay. Ik ga nu straks naar The Perfect Days. Nee. Ik ga zo straks lekker naar huis. Ja, want we zijn helemaal naar Amsterdam gekomen voor deze film. En we hebben nog 130 kilometer terug te rijden. Ah, vind niet zo erg. Mirza, 3,5, 3. Kun je zakken naar 3? Kunnen we elkaar op de helft vinden? Ja, dat is het dan. 3,25. 3,20. 25. Of ja, 3,25. Nee, oké, ik ga top het wel af naar 3,5. Ja. Oké, top. De Films Go-To, die krijgt van ons 3,5 sterren. 3,5 sterren, ja. Wil jij de Films Go-To nou ook zien? De Films Go-To draait vanaf 1 februari in de bioscoop. Ja. Is dat op een donderdag? Dat weet ik niet. Of dat ja, dat is volgens mij vanaf volgende week donderdag. Is dat? Dus ja... Zullen we afronden? Ja. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering, deze speciale Videocorner special. Blijf de Videocorner volgen, wat betreft alles met films en series. Ja, en heb je nog genoten van deze aflevering? Blijf ons zeker volgen, want er komen nog meer specials aan. We hebben ook een review, ja. We hebben ook een reguliere podcast. We hebben de nieuwste trailers voor je. Dus vergeet niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Ook, mocht je enkel naar de podcast willen luisteren, zijn we te vinden op Apple Podcasts, Spotify en Podimo. Vergeet daar ook zeker niet te abonneren. En we zijn te vinden op social media. Zeker. Hoe heten we op Instagram en TikTok? @TheVideoCorner. Ja, en op Facebook heten we gewoon... The Videocorner. Zeker. Dus vergeet ons vooral niet te volgen. Yes. We zijn aan het einde gekomen. We willen een aantal mensen bedanken. We willen het Ketelhuis bedanken voor het beschikbaar stellen voor opnameruimte. Yes. We willen natuurlijk Independent Films bedanken. Hakan is er niet bij, maar toch, Hakan, dankjewel. Dankjewel voor de steun altijd. En Independent Films nogmaals bedankt. Zeker. Volgende week maandag om 8 uur staat er weer een nieuwe aflevering voor je online.
op YouTube, Spotify, Apple Podcasts en Podimo. Zorg ervoor dat je erbij bent. Wij zien jullie de volgende keer. Tabi. Doei.